Oké, hey, hallo allemaal, welkom bij Lego Star Wars 3, The Clone Wars, aflevering 7 is het. En hiermee gingen wij dus de Hidden Enemy doen. Let's begin, story. Gaan we dit even als eerste mogen skippen? Such Ventress? Geen idee, helemaal uitspreken. In ieder geval, de missie is de Hidden Enemy. Wanneer is dat gaan muziek te luisteren? Oké. Okay. Het klantroep was naar beneden gedonderd, het is oké. Okay. Oké, mooi. Oeh, geld. Geld, mijn geld. Ik kan er een vijand uit hoor. Oké, kom op. Jij hem er voor dicht. Kijk eens aan. Ik kan toch bezig met noppen oppakken. Dat is leuk. Dat is je hopeloze geit weer natuurlijk. Kom op.
Hij gaat ook iedere keer voor de ene paas. En dat is helemaal niet de bedoeling eigenlijk. Oh nee. Oh, kom op. Nou, dat om. Kom maar, hij stuit helemaal terug naar hem toe. En hier gaat het avontuur verder, binnen in dit gebouw. Some elements can move freely, dat weet ik. Ik speel dit spel ook over een redelijk aantal afleveringen. Dat is niet wat ik wilde. Moet ik wel zeggen, die moved freely, waar ze deze keer over hebben, dat pas in dit spel erbij gekomen is. Dit deel. Ligt zoals 1 en 2 hadden die moved freely nog niet. Oh god. Thank you.
Rip. Je moet hier X voor indrukken. Ik hou gewoon B ingedrukt. Oké. Oké, gewoon verder achteraan, my best. Ja, Ivan denkt dat het kunst is om de force te gebruiken, maar het is het totaal niet. Eeuw. Dit verandert de zaak. Wauw. Kom op. Die fucking vijanden. Nice. Oh, kom op.
Juist. Al die trootjes om me heen. Mooi zo. Maar ze leeft dus nog, dat betekent ook dat ze nog achter ze aangaat. Ze level gaat nooit volledig over zijn. Dus ze. Het kan niet dat momenteel dit kleine dingetje al over is. Dinglebricks, holy shit, continue story. Niks natuurlijk, gewoon. In principe alleen maar dit. Oké, mijn best. Kijk thuis. Voor mij kan ik ook vanaf hier helemaal niks kopen. Oh, je kan trouwens ook altijd nog naar andere systems wisselen. Ook R2D2 en shit. Ik ga even kijken wat dat paneel dan precies is. Nee, ik heb geen enkel karakter dat op R2D2 lijkt. Ik snap wat dat was toen we weer deze quest. Allemaal chisel was in de beschrijving. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer.